Bij Wijk aan Zee is vanochtend vroeg een groot bulkschip gestrand. De Aztec Maiden uit de Filipijnen lag leeg op orders op een ankerplaats te wachten en was afkomstig uit Amsterdam, waar het bij Oba een lading kolen had gelost. Rond 4:30 vanochtend knapte waarschijnlijk het anker en de 155 meter lange bulkcarrier strandde enkele honderden meters voor de kust van Wijk aan Zee. De eerste bergingspoging van het gestrande vrachtschip is uitgesteld. Dat heeft een woordvoerder van bergingsbedrijf Zwitser laten weten. Het was de bedoeling dat vrijdagmiddag rond 1 uur bij hoog water een eerste poging zou worden gedaan om het vrachtschip vlot te trekken. Door de hoge golfslag en de wind kan het karwei niet met normale sleepboten worden gedaan en moet een speciaal schip worden ingezet. De Aztec Maiden heeft op dit moment geen vracht aan boord, waardoor het hoog op het water ligt. De kustwacht gaat ervan uit dat er geen stookolie uit het schip lekt, maar houdt dat wel continu in de gaten. Op de Aztec Maiden bevinden zich 21 bemanningsleden. Die worden vooralsnog niet van boord gehaald omdat er volgens de kustwacht geen sprake is van een onveilige situatie.